Tijdens mistige ochtenden kun je in het bos mooie plaatjes maken. En dat lukte vanochtend op heel veel plaatsen heel goed. En of dat dit weekend ook zo is, dat ga ik je nu vertellen. Vanochtend begonnen we dus op heel veel plaatsen mistig. In de loop van de dag brak op steeds meer plaatsen de zon flink door. En uiteindelijk werd het nagenoeg overal een heel aangename middag. Dat hebben we allemaal te danken aan een uitlopen van een hoge drukgebied over onze omgeving. En die blijft de komend etmaal ook gewoon liggen. Die houdt storingen op afstand, zoals hier boven de Britse eilanden. Ze komen wel langzaam dichterbij. En dat gebeurt in de loop van het weekend als het hoge drukgebied zich een beetje terugtrekt. Dat betekent dat we in de loop van zondag met restanten van storingen te maken krijgen. Misschien levert dat nog een spat regen op... Maar tot die tijd is het dus gewoon overal droog. Dat is dus ook vanavond het geval. Het is op veel plaatsen helder. Langs de oostgrens kunnen nog wel wat wolkenvelden voorkomen. die uit Duitsland komen binnendrijven. Maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Vannacht blijft het uiteindelijk helder. Koelt het af, met name langs de oostgrens. een graad of 5 à 6. Wat verder richting de kust is het een stukje minder koud. Maar net als afgelopen nacht kan toch op heel veel plaatsen nevel of mist ontstaan. Morgenochtend duurt het een tijdje voordat die nevel en mist is opgelost, maar in de loop van de dag dan breekt vanuit het oosten op steeds meer plaatsen de zon dan weer door. Daar waar het in de middag nog hardnekkig grijs blijft, blijft het wel aan de kille kant. Dan moet je denken aan temperaturen van 10 tot 12 graden. Dan breekt de zon door, dan kan het zomer op de warmste plaatsen 16 tot lokaal 18 graden worden. In de nacht naar zondag dan kan opnieuw mist ontstaan. Dus zondagochtend kan het opnieuw grijs zijn op veel plaatsen. Het wordt dan ook een koude nacht met minima van een graad of twee. Lokaal misschien vorst aan de grond. Maar zondagmiddag ziet het plaatje er heel anders uit. Ook dan ruimte voor de zon. Nagenoeg overal droog en prima temperaturen met een graad of 16. In de avond neemt vanuit het noordwesten wel de bewolking toe. En dan kan lokaal ook een spat regen vallen. In de dagen daarna dan gaat het toch wisselvalliger worden. Na het weekend komen storingen dichterbij. Dat levert vaker buien op en soms ook wat regen. En met name dinsdag kan het aan de kust af en toe ook stevig waaien. De nachttemperatuur gaat omhoog. Overdag verandert in eerste instantie niet heel veel. Maar dinsdag is het dan ineens nog maar een graad of 13. Ik wens u verder nog een fijne dag.